toch nog net met de hak over de sloot, hè? Ja, als het een wedstrijd was geweest, wel. Het lijkt PSV wel. Ja, het scheelt me net 250 ongeveer, maar is het belangrijk? Nou, wij zijn eerlijk gezegd nooit mee bezig geweest. We hoorden, en ik was eigenlijk van uitgegaan dat het bijkomen van Haren, Vlaren, wat is het, dat eigenlijk geen effect zou hebben. Maar het is inderdaad geen wedstrijd. Wedstrijden zijn bij PSV tegen Groningen. En misschien is het best wel een soort parallel, hè? Ook in de laatste minuten verslagen. Nou, blijkbaar weer. Maar dan is het toch een beetje van blijdschap, verslagen dat Groningen. Nou ja, je merkt wel dat de pers er meer bezig is dan wij. En ik denk dat Groningen zelf volgens mij er ook mee bezig is geweest. Dus dat vind ik eigenlijk wel positief. Dus de echte overwinnaar voor mij is eigenlijk de afdeling statistiek. Want dat is toch degene die het allemaal netjes hebben bijgehouden. En als het echt cijfers achter de komma zijn, letterlijk en figuurlijk. Het zijn mensen, hè, gewoon, ja, waar we over praten. Hè? Dan blijkt dus dat het, als het echt op 1 of 2 gaat, dan is het toch een paar honderd weer meer hier. Nou, positief.